Daphne Walderaan. Goedenavond op de piste. Goedenavond. Je kent dat hier al een beetje? Wij kennen dat heel goed ondertussen, hè, want we zijn hier al jaren sponsor. We vinden dat een fantastisch evenement. We zeggen een schitterende combinatie van topsport, maar ook van ambiance. Hier hangt zo'n sfeer die je nergens vindt. Trouwens, ik zou zeggen, de ticketverkoop ligt er niet om. Hè. Elk jaar is het hier vroeger uitverkocht. Dus misschien is het een moment om hier een stukje bij te bouwen. Hè. Misschien een hint naar de schepen, je weet nooit. Hè. Ja, één heeft dit jaar een zeer goede ploeg, die kan misschien winnen. Ja. We hebben, nu, voor ons is het sportieve uiteraard belangrijk. Stiekem hopen we dat Kenny en Moreno zouden winnen. Hè. Het zijn ook renners van onze ploeg, hè. Sport Vlaanderen Baloise. Maar ook andere dingen vinden we belangrijk. Dat alles, we zijn verzekeraar. We zouden natuurlijk graag hebben dat ook alles hier veilig verloopt. Hè. Zowel voor de renners als voor de toeschouwers. Ja, er is zeer op ingezet dit jaar. Ja, we hebben extra daarop ingezet, dat klopt. Wij gaan dus als verzekeraar gaan we hier dus een alcoholab installeren. Een alcoholab is eigenlijk een toestel waar je zelf eens kan testen, hè, of je safe bent om nog met de auto te rijden. En zo willen we eigenlijk de mensen sensibiliseren om toch voorzichtig te zijn met alcohol als ze nog moeten rijden. Ja, wat staat dat toestel precies? Waar staat dat? Dat staat aan de uitgang hier van het VIP-gebeuren. En, VIP-gebeuren? Ja, we hebben er nu één. Hè. We gaan er waarschijnlijk volgend jaar meerdere plaatsen. Die events die we tot nu toe gedaan hebben, zijn een succes. Dus ik ga ervan uit dat het hier ook veel zal gebruikt worden. Hè. Dus meer dan 3 op de 10 gaan het gebruiken. We weten ondertussen ook dat de mensen daar toch wel ondertussen rijp voor zijn. Hè. Daar wordt echt niet schamper over gedaan. Iedereen is zich bewust van zeg maar, dat de combinatie drinken en rijden toch wel geen goede combinatie is. Ja, ik veronderstel dat er veel mensen op uitnodiging zijn voor jullie. Is dat een beetje combineren met dat kijken naar de sport en dat netwerken dan voor u? Ja, kijk. Wij gaan de mensen ook niet veel ambiteren bij het netwerken. Wij nodigen hen graag uit. Hè, onze relatie is hier om zowel op het middenplein, in de VIP, overal hebben wij hier mensen vanavond. En het enige wat we willen bieden is een leuke avond. Ja, niet alleen zesdaagse voor Baloise, nog andere sporten? Ja, dus voornamelijk in de wielersport natuurlijk. Hè. Dus ook de Baloise Belgium Tour, de wielerploeg Sport Vlaanderen Baloise. En de zesdaagse, op die manier zitten wij eigenlijk heel het jaar eigenlijk in het wielrennen. Maar ondertussen ook het voetbal. Hè. Dus al jaren zijn wij sponsor van Gantoise. Hè. Dus Gent, ja. We zien op de bord al. Ja, dus dat is voor ons ook een belangrijke partner, sedert ook vele jaren. Ja. Stel nu dat vanavond aan Gent moest spelen en het is zesdaagse, wat doet u dan? Vanavond zou het een zeer moeilijke keuze zijn natuurlijk. Voilà, daarom die vraag. Ja, misschien dat ik de twee zou proberen te combineren. Dat moet kunnen, denk ik. Althans een tweede helft. Meneer Walderaat, ik bedank u heel hartelijk voor het gesprek. En ik laat u een beetje genieten van de koers en zowel hier van het VIP gebeuren. Dank u wel.